Rosebel Gold Mines en het gezondheidsprogramma Saafkamp zijn 2 maanden geleden een samenwerking aangegaan voor het promoten van een gezonde levensstijl op de werkplek. Het programma is gestart met 100 werknemers. De gezonde levensstijl houdt niet alleen in veel beweging, maar ook letten op de voeding. Volgens Jerry Finisi, Sustainable Manager bij Rosebel Gold Mines, was de samenwerking geen moeilijke stap, omdat een gezonde levensstijl ook deel uitmaakt van de bedrijfsfilosofie. Een gezonde werknemer is niet alleen beter voor de persoon zelf, maar ook voor het bedrijf en ons land, zegt Finisi. En dat, als iemand ziek is, kan produceren, die kan bij de ontwikkeling van ons land, dat is dan een zeer kwalijke zaak. En wij als bedrijf weten dat dat anders kan. Dus daarom hebben we de stap genomen om vanaf het begin te investeren in sportfaciliteiten. We hebben een voetbalveld, we hebben een basketbalveld, we hebben een gym, we hebben een volleybalveld, we hebben een spinning room, we hebben een jungle gym area waar wij buitenactiviteiten doen. En al deze investeringen hebben we gedaan uitgaande van het feit dat je een gezonde workforce moet hebben, een gezond volk moet hebben. Waarom Saafkamp erbij? Okay, dat wil ik net gaan vertellen. En daarnaast hebben we nog, je hebt de faciliteiten, maar als je atleet bent en actief bent, dan neem je je eigen stap, dan ga je naar de gym. Als je atleet bent en je bent een volleyballer, dan ga je de volleybal spelen, dan ga je voetbal spelen. En die faciliteiten zijn er. Maar omdat we weten dat niet iedereen onder ons een atleet is. En die mensen hebben die extra begeleiding nodig. De juiste begeleiding nodig. En daarom hebben we gekozen voor Saafkamp. Saafkamp producer Keith Dorset zegt dat de resultaten na 2 maanden reeds zichtbaar zijn. Hij is heel blij dat ook Rosebel Gold Mines zich heeft aangesloten in de rij van bedrijven die samen met hun personeel willen werken aan een gezonde levensstijl. Via dit programma werken ze ook aan het voorkomen van niet overdraagbare aandoeningen zoals diabetes en overgewicht. Dorset is vooral onder de indruk van Rosebel en zijn werknemers. The most challenging schedule we've ever experienced, and me personally in over 10 years of doing this, they have the most complicated schedule I've seen. So we really wanted to try and apply our program in that environment and see how good it could be. They finished eight weeks so far, and so far their Biggest Loser is down by around 15 kilograms. And it just goes to show that if you apply the principles of the program, that you're going to have success, even in an environment that is more challenging than others. If you truly apply yourself, you're going to get some results. And we're very pleased that that IMG has given us the opportunity to be there. And we're very impressed with the results so far. Aldus Saafkamp producer Keith Dorset. We spraken hem in verband met de samenwerking met Rosebel Gold Mines.